Licht is altijd belangrijk geweest. Alles komt uit dat werk. Dus het licht komt daaruit, uit die. Vanuit het doek, niet vanuit op het doek, maar vanuit het doek. De kunst vandaag heeft een groot probleem. Het is te meer, te veel kunst voor kunst geworden. Ja, de mensen zijn ineens bewust geworden. Als ik dat koop, dan binnen 5 dagen is dat zoveel meer geworden. En dat is fout. Ze moeten leren terug van hun kunstwerk te kopen omdat ze het graag hebben en graag zien. Niet omdat het binnen een jaar gaat het dubbel opbrengen of zo. En dat is het probleem vandaag. De Beekman Foundation is 2 dingen. Ten eerste de kunst promoveren, maar ook een kunst promoveren die belangstelling geeft voor wat er in de wereld gebeurt. En wat er in de wereld gebeurt is niet mooi. Dus wat we moeten doen is het bekend te maken dat het niet mooi is. Door kunstenaars die dus in die richting willen werken en hun talent willen naar voren brengen voor dit doel. En daarvoor is niet alleen schilderijen nodig, maar vele andere vormen van kunst. Ik denk dat de toekomst zal zijn, we gaan misschien minder schilderijen zien, maar meer activiteiten, andere activiteiten.